Mag ik een heel warm welkom voor Femke Zeven. Dankjewel, Nadine. Goedemiddag allemaal! Yes. Ik hou mijn briefje er even bij. Wat fijn om hier met jullie te kunnen staan. Maar wat treurig dat we hier nog steeds moeten staan. We staan hier voor gendergelijkheid, voor vrouwenrechten, voor mensenrechten. En vandaag staan we hier ook een beetje extra voor vrede. Tegen geweld en oorlog. In Oekraïne, maar overal ter wereld. Ook omdat vrouwenrechten en LHBTI+rechten vaak de eerste zijn die worden aangetast in gewapend conflict. Vandaag sta ik hier als juridisch deskundige over MeToo-kwesties en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Want bijna de helft van de Nederlandse vrouwen, 45%, heeft aangegeven sinds haar 15e levensjaar slachtoffer te zijn geworden van lichamelijk of seksueel geweld. Ik sta hier ook als ervaringsdeskundige, als overlever, zoals waarschijnlijk velen van jullie met mij. Maar we staan hier allemaal als mensen. Als mensen die klaar zijn met andere mensen die grenzen niet begrijpen en ongevraagd proberen deze te verleggen. Daar zijn we klaar mee. Daar zijn we al heel lang klaar mee. En dit moeten we normeren. Met z'n allen. Samen, zoals nu. Maar ook via wetgeving en beleid. En daarover kom ik jullie iets vertellen. Want jij bent altijd de enige baas over jouw lijf. Dat is het zelfbeschikkingsrecht. Het recht op lichamelijke integriteit. Dus hoe zit het nu? Wat moet er eigenlijk gebeuren en waar willen we zijn? Ik ga dat nu uitleggen. Mogelijk zijn dit niet alle opties. Een klein voorbehoud. Als je slachtoffer bent gemaakt van seksuele intimidatie of geweld, kan je aangifte doen bij de politie. Dit is de strafrechtelijke route. Die kennen we vaak wel. Hiervoor kan je hulp inschakelen van een slachtofferhulpadvocaat. Die kan jou hierin speciaal bijstaan en helpen met het verzamelen van bewijs als dat nodig is. Een lijst van advocaten die je hierbij kunnen helpen kan je vinden via Slachtofferhulp Nederland. Als het op je werk gebeurt en je een werkgever hebt, is het goed om te weten dat er ook juridische routes openstaan binnen het arbeidsrecht. Je werkgever is namelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. En dat niet alleen. Seksuele intimidatie is ook een vorm van genderdiscriminatie onder Nederlandse gelijke behandelingswetgeving. Dan kan je ook een klacht voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Zij kunnen dan een onderzoek instellen. Dit ligt er allemaal. Maar het is niet genoeg, toch? Het is niet geregeld. Er moet meer gebeuren en dat moet wel nu. Dus wat? Normeer in de maatschappij elkaar. Maar ook door wet en regelgeving. Het wetsvoorstel seksuele misdrijven moet zo snel mogelijk, maar zorgvuldig worden aangenomen. Dit betekent een spoedadvies door de afdeling advisering van de Raad van State en behandeling door beide kamers. Het fundament van de zedenwetgeving stamt uit 1886. Afgezien van een aantal wijzigingen is het van een algehele herziening nooit gekomen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zoals het er nu uitziet, wordt de bewijsrechtelijke positie van overlevers versterkt. En dit is hoog nodig. Het is hoog nodig dat mensen gehoord worden. Bij de politie. Bij iedereen die ze kiezen om dit aan te vertellen op het moment dat het voor hun geschikt is. En daarna moet goed in de gaten worden gehouden hoe de rechtspraak omgaat met de nieuwe wet. Een snelle vergelijking voor de minister van Justitie, die nieuwe. In Zweden en Noorwegen zijn dergelijke voorstellen binnen weken of maanden in werking getreden. We zijn nu alweer 3 jaar bezig, hè? Tijd dus om aan de slag te gaan. Werk aan de winkel. Het ILO-verdrag 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Die is gericht op het beëindigen van geweld en intimidatie op de werkvloer. Dit is niet geratificeerd door Nederland. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Hiermee wordt Nederland namelijk verplicht om, in lijn met internationaal recht, waar we het zo graag over hebben, nodige wetgeving en beleid in te stellen om geweld en intimidatie op de werkvloer te voorkomen en aan de orde te stellen. En dit is belangrijk, want zoals ik net al zei, ligt er al een kader,
Maar dit zou ook ZZP'ers en werkers in de informele economie het recht geven op bescherming. Het is dus hard nodig. We hebben training nodig voor politie en andere professionals die slachtoffers tegenover zich krijgen. Opvoeding. Leer kinderen en jongeren over een gendergelijke standaard. Over grenzen. Over wederzijds seksueel plezier met wederzijds respect en instemming. Dit moet thuis. Het moet op scholen. En het moet een vast onderdeel worden van het lespakket. En dan dit. Hier vandaag blijf je inzetten voor gendergelijkheid. Samen. Maak de nieuwe norm. Maak wederzijds respect normaal. En dwing dit samen af. Dankjewel.